Dag dames en heren, vandaag hadden we nog te maken met veel bewolking waaruit soms nog een spatje regen viel en de westenwind maakte het toch behoorlijk fris voor ons gevoel. Maar de komende dagen wordt het een stuk warmer. Veel bewolking dus. En uit die bewolking viel met name in het noorden en oosten van het land af en toe nog een spatje regen of een enkele bui. Maar veel stelde dat allemaal niet voor. Dat zien we ook op de animatie. Met name in de noordelijke helft van het land was de bewolking dus af en toe dik voor een beetje lichte regen. Maar op de meeste plaatsen bleef het droog. En in de loop van de avond en van nacht zien we dat het steeds breder opklaart. Dat geldt ook voor morgen en zaterdag. Dan is er vrij veel ruimte voor de zon boven onze omgeving. Pas zondag zien we vanuit het zuiden de bewolking weer toenemen en dan volgen ook buien die wat actiever zijn dan de afgelopen dagen. Nou, vanavond en vannacht merken we daar nog niet zoveel van. Er zijn opklaringen en die opklaringen worden in de loop van de nacht steeds breder. Met name in het binnenland kan dan wel lokaal wat mist ontstaan en de temperatuur daalt naar 11 tot 13 graden op de meeste plaatsen. De wind neemt tijdelijk flink in kracht af, maar die zal morgen toch wel weer aantrekken naar matig en aan zee af en toe vrij krachtig, een kracht 4 of 5 uit het westen. Daarbij is het weerbeeld wel vriendelijk, met geregeld ruimte voor de zon. Misschien dat er in de ochtend nog een enkele bui valt in het oosten van het land, maar elders blijft het droog en in de loop van de dag zien we vanuit het zuidwesten dat de zon steeds meer ruimte krijgt. De middagtemperatuur ligt tussen de 19 en 22 graden. En dan volgt een vrij warm weekend. Met zowel zaterdag als zondag vrij hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. Misschien dat het zondag op een enkele plek landinwaarts zelfs wel 25 graden kan worden. Nou, later op zondag zien we de kans op een enkele bui, mogelijk met onweer toenemen. En die buien houden volgende week ook aan op de meeste dagen. Er is ook zeker ruimte voor de zon, maar de temperatuur gaat wel een stukje omlaag. Halverwege de week komen we niet veel hoger meer uit dan 15 of 16 graden. En dat zien we ook als we nog wat verder vooruit kijken, dat die trend duidelijk omlaag is gericht richting de maandwisseling zo'n beetje. Middagtemperatuur rond 15 graden dan en ook de nachten worden een stuk frisser. Ik wens u een mooie dag.